Je wordt geboren in Indonesië. En die geboorte is niet zonder rimpels. Want je moeder raakt in een klein Indonesisch dorpje zwanger van de buurman. En dat is een enorme schande. En die moeder wordt gedwongen om haar kind af te staan. En dat kindje komt terecht in Nederland. En dan begint een ongelooflijk verhaal. Een fantastisch verhaal. Het verhaal van Gendro Schijvers. Gendro, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vertelde even een nutshell wat er gebeurd is. Maar vertel het ook nog even met eigen woorden. Ik ben geboren inderdaad in een situatie waar ik niet geboren mocht worden. Mijn vader die woonde ongeveer 40 meter verderop van mijn moeder. Hij was tamelijk rijk. En mijn moeder die werkte daar in de huishouding. Nou, ze leerden elkaar kennen. Ze werden verliefd. En ze kregen een geheime relatie. En uiteindelijk werd ze zwanger. En ze hebben ze gezegd... Jij bent mogelijk de vader. Nee, jij bent de vader van mijn kind. En daar gaf hij eigenlijk aan dat het niet zo was. Dat heeft hij heel lang eigenlijk altijd geweigerd om te geloven en om toe te kennen. Je moeder moest je afstaan. Ja. Hoe ben je in Nederland terechtgekomen? Nou, ze moest me inderdaad afstaan. Dat was door mijn vaders kant werd dat geacht om te doen. Want het was een probleem voor het gezin. Zo ben ik in een kinderthuis terechtgekomen. Heel kort. En zo in Nederland terechtgekomen bij christelijke ouders. Zo'n lief, leuk Indonesisch jochie. Ja, nou ja, dat hoop ik maar. Nou, lief was ik wel. Ja? Leuk was ik ook wel. Maar was ik mezelf? Ja. En daar heb ik oftewel een Daar gaan we straks over hebben, want we gaan even de lijn van het verhaal volgen. Ja. Op een gegeven moment word je ouder en dan begint via Spoorloos de zoektocht naar je ouders. Ja. Ja, het begon eigenlijk zo dat mijn oudste zoon die was geboren. Hij was een paar maanden oud. En ik keek het programma Spoorloos over Indonesië. Ja, ik was zo diep geraakt dat ik dacht van dit is het moment denk ik, dat ik moet schrijven. Met het idee van ik zou zo graag mijn moeder willen zien en laten weten dat het goed gaat met mij. Vaak hoor je heel veel verhalen van ouders en moeders die echt zoveel schuld met zich meedragen. En het eigenlijk niet geloven dat een kind nog van ze kan houden of überhaupt op zoek gaat naar, wil gaan naar een biologische ouder. En ik wilde dat heel graag, omdat ik merkte dat ik zo dankbaar was voor de dingen die ik mocht doen. Ja. Dus dat was eigenlijk de aanzet voor mijn schrijven. En dan kom je in Indonesië en dan kom je bij je moeder. Zullen we naar die beelden kijken? Ja, is goed. Wat ontroerend, hè? Ja, ik weet nog wel dat ik haar zag. Zo is het raar om van iemand te gaan houden die je niet kent, van gezicht. Je weet dat het je moeder is. Maar op een gegeven moment, ik weet dat ik haar zag, ik keek haar in de ogen en ik voelde, nou ja, je zag de pijn en het verdriet wat ze had. Onderdrukt, denk van zoveel 30 jaar verdriet en onderdrukking. Het kwam er in één keer uit. En ik voelde daar zoveel liefde en zoveel zorg op dat moment, dat ik dacht van ja, dit is mijn moeder. En dat kan je niet beschrijven, dat is iets gewoon wat je, dat heb je in je armen. En dat hou je daar even heel goed vast. Eigenlijk kan je zeggen, joh, dank, je bent goed met mij en fijn dat jij er nog bent. Ja. Dan komt je broer, die daar nog woont. Ja, ze vroeg van, joh, waar woont de vader van Gendro? Dan zei hij daar om de hoek. Oké, nou zou je ons daar naartoe willen brengen? Ja, en toen kwam het hele verhaal van dat hij ook naar binnen moest. En dat hij eigenlijk ook zijn hart weer kwetsbaar durfde te stellen. Zullen we ook even naar die beelden kijken? Ja, lijkt me goed plan. Assalamualaikum. Yes, bismillah goes it. Don't you want ba? Kula harus mati. Niki kula kongkonan saking putrane mbah si Gendro ngocali sampean takon bapake sing karo mbok reni. Yang apa?
Ya pokoknya gue letih sampean. Pengen ketemu. Kepengen ketemu ngerti tapi ya. Yurung bisa siki. Tapi ya yang wong awake lungker. Ya wis. Pokoknya jenengan sing jelas ngakoni. Ya. Yeah. Ngakoni. Yo, ngakoni. Syukur nek begitu. Dah. Jadi kalau enak pun nakai silang bah, sebab pihon jenengan sing ngakoni, iya kan? Ya wis. Oke. Okay. Ja, dan zie je daar een oude, kwetsbare, zieke man. Ik was zo verbaasd dat mijn vader er was. Daar had ik nooit rekening mee gehouden. Maar toen ik het echt verhaal hoorde dat hij me niet wilde en dat zijn gezin me niet wilde, toen moest ik er ook nog een keer over nadenken, wil ik hem wel ontmoeten? Ja, ja. Echt. En ik wist ook niet wat ik erbij moest voelen. Ja. Moest ik boos zijn of moest ik... En toen heb ik er even over nagedacht. Maar opeens merkte ik zoveel liefde voor deze man. Dat ik dacht van, ja man, hij is toch mijn vader. En deze man, weet je, die weet ook niet altijd wat hij gedaan heeft. En ik weet zeker dat het goed komt. Dat is een soort diep verhangen. Dus ik ben er naartoe gegaan. We hebben elkaar ontmoet. De rol van mijn broer was heel belangrijk. Door te zeggen van, joh, herken je, want dat was nog steeds niet gebeurd. Herken je dat Gendro jouw zoon is? En is het goed? Ja, het is goed. Dat opeens alle wrok en alle haat en alles wat er omheen hing, dat was opeens weg. En dat vond ik zo bijzonder. Je zei, liefde drong je. Waar kwam die liefde bij jou vandaan? Ik merkte in dit geval ook gewoon echt Gods liefde voor deze man. En ik ken Gods liefde. En ik weet wie ik ben. En ik weet wat voor goede kanten, slechte kanten ik heb. En ik zag deze man. En ik dacht, ja weet je, hij heeft ook de liefde nodig. Ik ben afgewezen. Maar ergens voel ik ook dat hij een bepaalde afwijzing had, dat hij met schuld zat. En toen dacht ik, ja, het enige hoe we dat kunnen doorbreken, is gewoon naar hem toe te gaan en te zeggen, hé, mijn hart zit open voor jou en ik wil je omarmen als mijn vader. Dan gaan we even terug van Indonesië naar Nederland. Ja. Ik heb je regelmatig zien optreden in de Meerkerk, Hoofddorp. Ja. Daar was je echt een vierde jongen, muzikaal talent. Mm-hmm. Toen kwam je terug en toen stortte eigenlijk jouw wereld in elkaar. Ik ben een paar jaar... Ga je dan in overlevingsmodus? Want het was bijzonder, het was gaaf om mee te maken. Je komt thuis, je vertelt de verhalen en je vertelt heel veel iedereen verhalen. Iedereen heeft het gezien, hè? Iedereen heeft het gezien. Die spoorloze uitzending is de meest favoriete. Het staat echt in de top 1 van de meest bekeken programma's. En iedereen op straat moet even je aanspreken en het is geweldig. Zo, wat gebeurde eigenlijk? Ik ging een verhaal vertellen wat niet meer over mij ging. Ik had geen tijd om het naar binnen te laten komen. Ik ging meteen in alle acties van zingen, optredens. Mijn vrouw zei, je hart is echt van steen, Gen. Ik heb ook een paar jaar geleden toen professionele hulp gezocht om ook daarmee te helpen. Dapper, het was nodig. Iemand die geadopteerd is, die draagt ook wel best wel iets met zich mee. Ik denk, hechting vanaf begin af aan is daarin al verbroken als kind. Hè? En dat heb zich zo in mijn leven ingeslepen, dat ik gewoon tactiek heb bedacht om met iedereen inderdaad de blije, lieve jongen te zijn. Ik was verslaafd aan erkenning op een gegeven moment. Mijn optredens gingen meer over hoeveel mensen houden van me? Hoeveel mensen reageren op mij? Hoe vaak ben ik op tv geweest? Hoeveel mensen reageren op straat op mij? Ik noem even het gekke dingen. Oh, kom een liedje binnen? Nee, oké. Okay. Dus applaus was voor mij zo belangrijk. Dat ik gewoon, ik was gewoon niet meer thuis. Ik was alleen maar onderweg om applaus en aandacht en liefde van anderen te ontvangen dan van mijn gezin. En wie is Gendro Schijf vandaag? Een stuk rustiger. En een stuk veel meer emotie. Ik heb hier emotie mogen voelen hoe het is. En ik geloof dat ik daar heel erg ben geheeld. En daarin nog meer tot mezelf ben gekomen. Wie heeft dat gedaan in je leven? Is dat met God? Daar kan ik heel veel over zeggen, maar... Ik wil daar gewoon getuigen dat God het gewoon gedaan heeft. En zonder hem had ik het ook echt niet kunnen doen. Het is echt wel iets wat ik... Hij is degene die mijn hart op zacht moet maken. En geen mens kan dat. Ik heb het zelf geprobeerd om heel dicht bij mijn moeder te komen. Maar ik had ze zo diep weggestopt. En het enige wat ik kon doen is me overgeven. En Heer, die ben ik. Met mijn gebrokenheid en met mijn zorg en mijn afwijzing en mijn... Alles wat me pijn heeft gedaan of wat ik maakte wat ik nu ben, eigenlijk een stuk onzeker mens, hier ben ik. En wilt u gewoon weer helen zoals u het bedoeld heeft. Ik ben nu worship leader bij Reconnect, de kerk van de
bekende zangeres Sharon Kips met haar man Gilbert in Haarlem. Volgens mij is dat op je lijf geschreven. Ja. Je gaat volgende week naar Indonesië. Naar Indonesië. Ik ga mijn moeder opzoeken. En hij gaat mee? Hij gaat. Daar zit ik over na te denken. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja, joh, nee, zal ik hem meenemen? Zing voor je moeder. Ja, ja joh. Wat ga je voor ons zingen? Ja, weet je, we hebben het hier over. Over het thema, je bent een geliefd kind van God. En zo heb ik me ook gevoeld. En ik geloof dat het echt voor iedereen is. En het lied wat ik ga zingen heet No Longer Slaves. En mij hebben gewoon heel veel dingen me afgehouden van God. Angsten, zorgen. Ik was nooit goed genoeg voor God. Of dat idee. Of mijn christelijke cv, weet je, dat was... weet je, dat heeft er gewoon niks mee te maken. En toch hield het mij van God soms af. En maar het enige wat God eigenlijk zei, weet je, Gendro, al die angsten die je hebt, die staan gewoon in de weg om heel dicht bij mij te komen. Zo, weet je, jij bent mijn geliefde kind, je hoeft niet bang te zijn. From a mother's womb, you've chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your love runs through my veins. I'm no longer a slave fear. I am a child of God. I'm no longer a slave fear. I am a child of God. So I can walk through waters. All my fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk through waters. All my fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave for fear. I am a child of God. Geen slaaf, kind van God. Hey, amen. Dank je, vriend. Ik ga jou wat geven. En dat zijn twee dingen. Dat is het boek van Bobby Schulen, omdat je het waard bent. Jullie zijn leeftijdgenoten. En zou je dit namens ons aan je moeder willen geven? Ik hoop dat ze het leuk vindt en om haar nek willen hangen. Ah, dat zou ze echt geweldig vinden. Ja? Ik laat het je weten, Jan. Ik maak een foto er ook van, dat om haar nek hangt. Ja. En dan ga ik het geven. Okay. Dank je wel. Hey, een hele goede reis naar Indonesië. Dank je. Dank voor je verhaal. Dank voor je bemoediging. Ik denk dat je heel veel mensen hebt bemoedigd. Ik hoop het En echt. Kom nog eens terug. Ja. Box. Oké, En wij gaan luisteren naar muziek in Shepherd Grove.